je eigen boek. Gefeliciteerd. Yveske, hoe kwam je op het idee voor dit boek? Ik heb een website en heb ook heel veel meisjes die allemaal vragen van Yveske, ik wil graag model worden, maar ik weet niet zo goed wat ik moet doen en hoe kan ik het beste afvallen. Nou, dat soort vragen allemaal. En die heb ik allemaal in het boek gestopt. Ik denk dat ze echt moeten weten dat het een beroep is en als je de beste wilt worden in alles wat je doet, moet je echt voor de 100% voor gaan. En ik denk dat het echt belangrijk is om heel veel discipline te hebben als je zeg maar topmodel wilt worden. In een interview met Grazia vertel je bijvoorbeeld dat Naomi Campbell best wel bitchy kan zijn. Is zij de enige of, is het, of klopt het oordeel dat het wel een beetje ellebogenwerk is, zeg maar? Ja, er zijn inderdaad wel wat meisjes die iets minder vriendelijk zijn. Maar het is zeg maar hetzelfde als dat je in een klas bent en je hebt bepaalde leerlingen die je wel leuk vindt en bepaalde die je niet leuk vindt. En ik zorg er gewoon voor dat ik met de leuke omringd ben. Dus... Hoe hield jij eigenlijk altijd je gewicht op peil? Veel sporten. Ja, ik heb sowieso dat ik vroeger heel veel op turn heb gezeten. Dus ik ben altijd wel heel sportief geweest. Maar ik kom me nog herinneren als ik bijvoorbeeld modeshows ging doen. En vooral Victoria's Secret ging ik echt wel 2 maanden lang. Bijna 5-6 keer per week naar de sportschool. En anticellulietmassages en noem het allemaal maar op. Om ervoor te zorgen dat je echt in goede shape bent. Ja. Ik heb nu een boek geschreven. What's next? Samsung campagne. Nee, ik ben net gezicht geworden van een nieuwe Samsung ladytelefoon. En what's next? Over een paar jaar kinderen, denk ik. Moet maar even kijken. Heb je het zelf al gelezen? Nee, ik heb er goed doorheen gebladerd en ik heb bepaalde stukken gelezen. En ik vind het een heel erg mooi boek. Ik vind het zowel net als Yveske, die is van de buitenkant en de binnenkant mooi. Dat boek ook. Het is een mooie layout en het is heel erg leuk geschreven, vind ik. Op een hele leuke manier. Yveske geeft er haar eigen draai aan en vertelt over haar persoonlijke ervaringen. Ik denk dat dat vooral natuurlijk voor jonge modelletjes heel erg handig is. Er staan heel veel tips en weetjes in. Tips over bijvoorbeeld gezond eten, maar niet dat je op een enge manier dun wordt of zo. Maar gewoon...